moet je harder werken om succesvol te worden. En vind je dan je geluk? Nee, het is andersom. Echt waar. De route is als volgt. Je moet eerst een bepaalde mate van voldoening bereiken. En van die voldoening krijg je een geluksgevoel. En daarna zal je productiviteit of je zakelijke succes groter worden. Dat komt omdat het gevoel van geluk ervoor zorgt dat er dopamine wordt aangemaakt. En dopamine geeft je hersenen een boost. Die dopamine zorgt er dus voor dat je gaat als de brandweer. Nou ja, in meer of mindere mate natuurlijk. Maar toch, al met al is het dus de dopamine die jouw succes brengt. Voldoening, geluk, succes. En het begint met voldoening. Hoe zorg je daar dan voor? Hoe werk je aan die voldoening? We weten inmiddels dat elk mens ervan opknapt door iets goeds te doen voor een ander. En we profiteren ook enorm van lichamelijke activiteit, van bewegen dus. Vooral bewegen in de buitenlucht, maar ik zal je niet overladen met opdrachten. Hoewel, je kunt je voorstellen dat fietsen naar je werk je veel voldoening geeft. Wandelen met de hond, van de buren, voldoening. Met je kinderen naar de hei, voldoening. De slaapkamer schilderen, voldoening. En ook knapt elk mens op, ja echt elk mens, van meditatie. Voldoening, geluk, succes. Met dank aan de dopamine. Als je dit ook weer omdraait, dan kun je concluderen dat stilstand geen geluk brengt. Stilstand of fixatie, als dat een beter woord is. We kennen allemaal wel die vreemde gewaarwording die we voelen als we ergens naar staren. Het is alsof je bevriest, is het niet? Stilstand brengt je dus niets. Geen geluk, geen dopamine. En trouwens, met 2 keer fietsen naar je werk kom je er niet. Die voldoening moet stand houden. Het moet stabiel zijn of duurzaam. Min of meer bestendig. Misschien moet je daarnaar zoeken. En kan ik je erbij helpen? Voldoening, geluk, succes. Dat is de route. Niet andersom. Voldoening. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, Boardroom Monk. May you be truly happy.